Met de support van iedereen, van alle Surinamers, van alle toekomstige passagiers, diaspora, iedereen die de ondersteuning heeft gegeven aan deze maatschappij, worden alsnog bedankt. En ik wil de president vragen om op dit moment de toast uit te spreken. Ja, Master of Ceremonies, zoals u het zo prachtig zegt, met de drie kleuren die internationaal bekend zijn. Rood gaat eruit als ze zijn, namelijk de onzekerheid, ook de rode cijfers. Ja, ik zie al dat het toestel in oranje kleur staat, daarom ben ik ooit in oranje kleur gekomen. En vandaag zegt de master ons in groen. We hebben vandaag groen licht van de schepper, van jullie allemaal, om door te gaan. Heb vertrouwen. Nola subrimi. Uwego doro. Boetek Hong Kong. God bless you. Gefeliciteerd. Cheers. Dank u wel. Cheers. Laten we de glaasjes horen. Dan mag ze niet stuk. Op het verdere succes van de SLM. Op de verdere groei van de SLM. Op het creëren van meerdere arbeidsplaatsen door de SLM. En op het verder groot maken van dit prachtig bedrijf. Nadat we de toast hebben uitgesproken. En dan zullen we de naam van het bedrijf doen. En want die uit de vlag gaat en mogen we dan niet naar boven, hè? Wij moeten zeker hier wachten eerst, hè? Vers mag nog niet naar boven, zeker. Over de pilots. Goedemorgen. Ah, dank je. Ik ga eerst een onthulling doen hier. Rennen. Sorry. Rennen nog meer? Ik ren. Rennen even naar boven. Dan kunnen we de president zien die naar boven komt lopen. Yes, ja, ja hoor. We laten het vrij. De directeur. En daar komt de president. Oh, iedereen gefeliciteerd. Ja. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. Welkom aan boord. Oké, dankjewel. Je bent de pilot tegelijk. Ja, ik hier. Ja, congratulations. Thank you. Thank you for the opportunity.
Hey, ik word helemaal weggedrukt. Naar de blauwe zee, vanaf de blauwe zee. Ik zie niks mensen, dan krijg je veel te kort. Sorry, can we stand a little bit? Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Congratulations. De president gaat zelf even vliegen. Ja. Is dat heel moeilijk? De vloer plakt wel. Mooi, ja, mensen, goed zo. Dit is Suriname Airways. Goedendag. Ook gefeliciteerd. Dank u wel. We zijn de economie class. Oh nee, nog steeds business class, I guess. En dan kom je weer in de vloer plakt. Zie. Twee stoelen, vier, rij van twee, dan een rij van vier en dan een rij weer van twee. Goeie muziek. Hier heb je dan ook vier en twee, zes. Ik zeg dat het er goed uitziet en ze hebben ook beeldschermen, dat is wel fijn. Kunnen televisie kijken ook, filmpjes worden bekeken, dat is fijn. Ik moet zeggen, het ziet er wel mooi uit. Hij gaat naar buiten weer, denk ik blijkbaar. Dit is het vliegtuig, mensen, best wel groot. Ja, want dat zijn alleen maar buitenlandse gezichten. Exactly, met de Surinaamse spirit, de Surinaamse lobby. Alleen Surinaamse eten heb ik net gemist. Oké. Ook gefeliciteerd. Mag ik ook even daar een... Gaat u gaan. Spreek eventjes hier. We hebben een prachtige pantry. Pantry heet het toch? Ik denk het wel. Dit is toch de pantry? Ja. Zit heel... Ik ken ze heel klein. Is hij nog groter dan normaal? Nee, dit is hem op de Airbus. Op de Airbus is altijd zo. Geweldig. Gefeliciteerd, trots. Ja, dank u wel. En dit is de eerste vlucht. Ja. Hoeveel passagiers kunnen erin? 257. Oké, mooi. Dat is hier dus... Wat ik gezien heb van binnen, mensen, is hier mooi. Ik kan niet anders zeggen. Eindelijk ook met, weer met beeldscherm. We lopen nu naar beneden terug, maar naar buiten weer. Thank you. Ook gefeliciteerd. Ja.
prachtig. Nou, nu hopen dat ze uit de rode cijfers komen. Ik ben best wel benieuwd hoe die rode cijfers zijn ontstaan en waaruit het bedrag bestaat van 75 miljoen. Heeft het te maken met te veel IPB'ers? Heeft het te maken met inkoop van slecht? Ik heb geen idee. Best wel interessant om te weten hoe die 75 miljoen schuld is opgebouwd. De president gaat blijkbaar gelijk weer weg. Ziet er de agenten die voor. Goed, uitzetten. Je ziet de resultaten. Eerste toestellen ze komen. Tweede toestellen ze komen. Binnenkort een derde toestel. Dat kwam, de opdracht is gegeven aan RVC en directieteam. We moeten uit die rode cijfers. Er is nog een zware schuld. En inderdaad hebben we voor uitdaging gestaan hoe SLM te redden. Enerzijds als staat dat je niet mocht lenen. Twee, je mocht niet subsidiëren in het kader van het IMF-programma. Maar toch een SLM daar dat gered moest worden. Met veel inventiviteit, creativiteit, soms in de late uurtjes van de nacht zitten met directie en RVC oplossing zoekend, zijn we eruit. En ik moet, helaas heb ik dat net niet kunnen doen in mijn toespraak, maar zeker ook andere parastatale bedrijven waarbij ik zeker noem, vandaag Grazalco. Dat ondanks die uitdagende positie van Grazalco, hoe Grazalco heeft meegewerkt om mijn zuster parastatale te ondersteunen. En je ziet het, namelijk dat wij op dit moment geen subsidie geven, maar de opdracht is wel. Je hebt nu een prachtige positie als land om toerisme aan te trekken. Maar je hebt ook een Surinaamse samenleving die ook graag goedkoop wil reizen. Maak er goed gebruik van. Werk internationaal, bied pakketten aan. Er zijn zoveel destinaties die je kan geven aan de Surinaamse samenleving na een COVID-periode. En ik heb de overtuiging dat we dit ook gaan uitzetten. Ik heb net aan de directeur gevraagd, kijk of er goedkope pakketten, zonder dat SLM verlies hoeft te leiden. Je kan aanbieden aan de samenleving voor de regio, als Curaçao, als Aruba, als Trinidad, als Barbados, Bahamas, noem maar op, in onze eigen Caribische regio moet kunnen. En ik denk dat Surinaamse samenleving ook na vandaag meer geloof zal hebben dat SLM uit de diepe crisis al eruit komt, maar er is nog een traject af te leggen. Hoe groot is die schuld? Nou? Het is nog steeds rond 75 miljoen. En waar het is die opgebouwd? Gaan wij dat ook nog horen? Er zijn zoveel schulden genomen door de vorige regering ten behoeve van SLM. We zijn nu bezig met een schuldpositie van SLM met een commerciële bank, waarbij niet eens een overeenkomst te vinden is. Waarbij een lening met een telefoon is gepleegd door de vorige minister van Financiën. En hoeveel miljoen was dat? Het gaat om miljoenen. En zo hebben we een overeenkomst gehad met een andere luchtvaartmaatschappij, die Boeing, met een heel gecompliceerde lening met staat als garantie. De staat heeft staatsgarantie gegeven. Ook dat is opgelost. Die schulden met de andere buitenlandse maatschappijen, die worden opgelost. Ja, we hebben een paar rechtszaken, die worden ook goed aangepakt. Maar net wat de directeur gezegd heeft, met het schuldherschikkingsplan van SLM hebben ze ongeveer 20 miljoen US dollar kunnen besparen. Maar natuurlijk zijn nog lopende schulden, maar we gaan door. Er moet een totale reorganisatie komen. Ik heb net aangegeven, de rechtspersonen zijn er. En die gaat in de tweede fase allemaal geïmplementeerd moeten worden. Set business wat betreft lodging, hotel, apart. Laat daar een sterk managementteam draaien met een goed beleid, goed pakket. Tegelijkertijd dat wat SLM, een dochteronderneming heeft, Matsby voor in het binnenland, commercieel opereren. Breng die investeerders. En laat dat commercieel gedraaid worden. Bied pakketten aan, naast vliegtickets, maar ook toeristische pakketten. Dat is de richting waar we moeten gaan. En sterke bezuinigen. Dat moet allemaal gebeuren. Maar nogmaals, net zoals Wasland uit de diepste van de crisis al eruit zijn, is denk ik ook SLM. En ik ben bijzonder blij
dat we vandaag dit resultaat aan de samenleving kunnen presenteren. Dank u wel. Ja. We werden net gezegd door de dame van het protocol dat wij geen vragen meer mochten stellen. Minister, de president moet weg, dus ja, dan kan je ook niet gaan, gaan dwingen. Misschien kan ik even praten met de directeur. Hoeveel kost dit vliegtuig? Ja, ik kan natuurlijk niet de bedragen noemen. Dat is niet ethisch. Dat zijn bedragen die genoemd worden in een overeenkomst. Dat zijn confidentiële zaken. Okay. Maar ik kan u zeggen dat hij heel goed, voor een heel goed tarief aan ons is aangeboden. Laat me dat daarmee verwoorden. En u heeft... Nee, dit is een leasevliegtuig, dus we betalen de lease per maand. En dit vliegtuig is aangeboden onder heel goede voorwaarden voor de SLM. En het is niet zo dat we in één keer horen dat het vliegtuig ergens aan de grond blijft staan omdat het niet betaald is, de lease? Nee, daar werken we aan. En dat is ook wat we hebben laten zien de afgelopen 6 maanden, 8 maanden. We staan er vanaf augustus te trekken aan die kar. En we hebben beloofd dat wat wij op het schema plaatsen om te vliegen, dat we dat ook zullen doen. Dat hebben we tot nu toe kunnen doen. En dat is met, laat me zeggen, prudent beleid. Laat me dat daarom plaatsen. En is er een ander bestuur, een president-commissaris? U bent de nieuwe directeur. Ja. Heeft u nog contact gehad met de ex-directeur, meneer Paul de Haan, om te kijken, moeten dingen worden overgedragen? Hoe zit het met RVC? Nee, laat me zeggen dat de overdrachten van zaken hebben plaatsgevonden. Dat is al vanaf augustus vorig jaar een feit. En ik zeg dat ook de wisseling van de wacht binnen de RPC heeft plaatsgevonden. Dat heeft allemaal bijgedragen dat wij nu hier staan. Omdat natuurlijk de samenwerking, laat me zeggen, een hele goede is. Waarbij we niet altijd met elkaar op één lijn zitten, maar wel bij discussies en door discussies te voeren met elkaar uiteindelijk samen een besluit kunnen nemen hoe we verder gaan. En het... Ik zie kunnen we even... Dat regenen, ja. Oh ja. Het regent, mensen zullen ook even naar achteren. Voornamelijk als je kijkt naar het formaat van het vliegtuig. Dat is een widebody vliegtuig. En die gaan we voornamelijk inzetten. Daarvoor is hij ook naar de lange afstandsroute. Om het maar zo te zeggen, voor Surinaamse maatstaven. En dat is de vlucht Paramaribo Amsterdam voornamelijk. Wat zou u iets willen zeggen aan mensen, aan burgers die bijna geen vertrouwen meer hebben in de SLM, of te laat, of niet verschijnen, of... Wat zou u als directeur willen zeggen om de mensen toch weer te motiveren en geloof te hebben in eigen kunnen? Kijk, natuurlijk begrijp ik helemaal als er een beetje, dat de mensen een beetje twijfelachtig zijn van tijd tot tijd. Ik denk dat wij proberen over de streep te trekken om toch wel vertrouwen te hebben in de SLM. We hebben, zoals ik daarnet zei, vanaf augustus beloofd. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat we zeggen. Dat betekent wij zullen nimmer loze beloftes maken en zaken voorhouden aan mensen, ook aan het reizend publiek niet, wat we niet kunnen waarmaken. Wat wel zo is, is dat wij met de ondersteuning natuurlijk van de RVC, maar ook de regering die achter ons staat, maar ook het, de reisagenten en het reizend publiek, en ik kan u zeggen, het is niet iets of twee dat pas boom uit de lucht is komen vallen. Ik kan u zeggen dat wij een gestadige groei hebben meegemaakt vanaf augustus vorig jaar. Waarbij wij zien dat het vertrouwen zich aan het herstellen is. En zeker tegen de mensen die we nog niet zo ver hebben kunnen krijgen. Ik wil ze graag uitnodigen met de SLM te komen vliegen. Zeker onze Surinamers en onze diaspora Surinamers. Dat we die mensen aan boord krijgen. Maar ook gewoon alle reizigers die Suriname willen bezoeken. Dat is eigenlijk ook waar voor de SLM staat. Suriname bereikbaar houden. En daarmee ondersteunend zijn. Naar, laten we zeggen, welvaart en welzijn van Suriname. En ten aanzien van de IPB'ers, vroeger had je heel veel gratis, bijna gratis tickets die werden verstrekt door de SLM. Daardoor zijn ze ook, heb ik begrepen, in de rode cijfers gekomen. Wat is uw beleid op dat gebied? Ja, ik, laat me zeggen, IPB is een bekend fenomeen, een bekende indienplaats beschikbaar. En dat is een faciliteit die luchtvaartmaatschappijen bieden aan hun personeel. Ja. En ik kan u zeggen dat je daarmee je personeel gemotiveerd houdt. Aan de ene kant kan ik zeggen, het is niet waar wat men zegt dat mensen gratis tickets krijgen, want een IPB-ticket kost je al gauw een paar honderden aan dollars. Dus daarvoor moet je natuurlijk ook geld hebben. Als we kijken naar de situatie om ons heen, dan wordt er door de SLM, ik denk, redelijk tot redelijk weinig gebruik gemaakt van IPB. Omdat je daar natuurlijk, wat ik zeg,
een ticket hebben en een ticket bemachtigen is niet alles. Als je naar het buitenland vertrekt, moet je nog andere kosten kunnen dekken. En het IBB-reizen heeft ook nog andere zaken. U begrijpt het, wanneer er periodes van lage bezettingen zijn vanwege periodes, laag seizoenperiodes, dan hebben IBB'ers de mogelijkheid om te reizen. Dat doet ook. Dat heeft ook een ander doel. De load factor, waar men zo prat op gaat natuurlijk in de wereld. Men kijkt naar de bezettingsgraden op jouw vliegtuigen. Ik zou zeggen, ja, ik zou niet willen vliegen met 12 betalende passagiers in zo'n groot vliegtuig. Maar dat geeft een heel verkeerd beeld over jouw maatschappij. Dus dat is ook een doel van het IBB. Dat jouw personeel, je houdt ze gemotiveerd. Ja, want ze hebben een faciliteit die niet ongebruikelijk is in de wereld van luchtvaart. Ja, en daarmee natuurlijk heb je ook de load factor opboosten naar een bepaald niveau. Omdat niemand, die enkele IBB'er, gaat gratis aan boord. Is het lease met de mogelijkheid om te kopen? Is het een lease overeenkomst dat je dus uiteindelijk kan overgaan tot koop? Nou, nee. Wij, de kleinere luchtvaartmaatschappijen. En we noemen ons nog steeds bij de kleinere luchtvaartmaatschappijen. Wie weet in de toekomst. Maar dan ga je over tot lease van vliegtuigen. Het kopen van vliegtuigen kan natuurlijk ook, maar daar willen we eerst werken aan een zekere mate van stabiliteit binnen een organisatie, waarbij ook jouw mogelijkheden om financieringen los te krijgen, et cetera, grotere stappen te kunnen zetten. Want een koop van een nieuw vliegtuig, dat praten we niet over weinig geld, nee. Dat praten we letterlijk een miljoenen en miljoenen. Ja, de prijs op Suriname. U mag, kijk, wij vliegen na bijkans 3 jaren zullen wij straks weer zelf de operaties richting Amsterdam inzetten. En dat is de prijs. Kijk, dit is het grootste vliegtuig dat hier in Suriname door een Surinaams bedrijf wordt gevlogen. Ja? Daarom dat wij daar trots op zijn. Het is ook een boost voor Suriname, niet alleen maar voor de SLM. Het straalt respect uit, zo'n vliegtuig. Dat is een Pride of Suriname. We zijn nog bezig met formaliteiten af te ronden. Ik zou niet zeggen dat het niet met kaart is, de certificering is al afgerond. We zijn nog even bezig met zaken, formaliteiten af te ronden met IASA. Het is niet dat helemaal technisch klaar te krijgen. En ik denk dat we over dagen praten. Ik kan nog geen exacte datum noemen, maar u hoort het spoedig van. En er wordt de pers uitgenodigd om mee te vliegen. Nee hoor. Mag ik uw naam ook weten? Ik ben Steven Gonesh, de waarnemend directeur van de SLM. Steven Gonesh, waarnemend directeur. Oké, okay. Dat was de heer Gonesh, mensen. De andere vliegtuigen. Worden ze verdeeld? Worden ze verdeeld alleen aan personeel, no? Nee, en terug, en weer inleveren. En weer gaat het. Afroestuur. Oh ja. Afroestuur. Oh, wat jammer. Het is wel mooi. Ja. Mooi vliegtuig, mensen. Ik ga vragen of de prijzen redelijk blijven of belachelijk duur. U heeft ook de opdracht gekregen, sorry, nog één vraag van de president. Om pakketten aan te bieden, om redelijke prijzen aan te bieden. Gaat het u lukken, denkt u? Want mensen vragen hier die luisteren, met name de diaspora. Hoe zit het met ticketprijzen? Ja, zeker. Kijk, de ticketprijzen, ik denk dat de SLM... dat heeft kunnen laten zien dat we over het algemeen, ik kan niet zeggen altijd, over het algemeen de redelijke ticketprijzen heeft blijven aanbieden aan het reizend publiek. Ik denk dat we ook een neutraliserende factor zijn als het gaat om anderen die vliegen op Suriname en die daardoor ook geneigd zijn om de tarieven onder druk te houden. Maar één maatschappij? Maar nee, er zijn meerdere maatschappijen. We hebben Gol die vliegt, we hebben noem maar op. Maar de diaspora van ons zit meestal in Nederland. In hè? Nederland, ja, ja. Zeker. Maar ja. Ook de Nederlandse reizigers hebben andere alternatieven om naar Suriname te komen. Dus ik zeg, kijk, wij zullen dat natuurlijk met beide armen aangrijpen. We doen dat al. Er zijn van tijd tot tijd actietarieven die de SLM aanbiedt. Weliswaar zijn we ons ook van bewust dat met actietarieven alleen je de luchtvaartmaatschappij niet in de lucht houdt. Ja, vliegen is heel duur. Zoals ik eerder heb gehoord van de CEO van EasyJet,
dat is een low-cost carrier. De goedkoopste tarieven zoals die er waren jaren geleden, die komen niet meer terug. Maar dat wil niet zeggen dat wij alles eraan zullen blijven doen om de tarieven zo betaalbaar mogelijk te houden voor het geld. Gekwalificeerde piloten? Altijd. Okay. Hij is ook piloot. Hij is ook piloot? Oké, okay, goed zo, dat wist ik niet. Ja, ik heb op de A340 gezagvoerder geweest voor een aantal jaren, zijn bijna 4,5 jaar. Oké, dus u bent ervaringsdeskundige? Zeker weten. Oh, dat is fijn om te weten. Ja, SLM heeft de piloot als waarnemer directeur, begrijp ik. Oké, ja. Oké, dank u wel, meneer Gonesz. Alsjeblieft. Nou, mensen, was een mooie rondrit en nu is er. Is er wat te drinken, zie ik allemaal. Ze hebben flink uitgepakt, mooie bloemen overal. En ook nog hapjes. Ik weet niet of wij die krijgen, maar... Krijgt de pers ook hapjes? Ik zie de mensen waarmee ik was niet. Eten is zeker lekkerder. En even kijken hier met de voorzitter van ASFA, Mattie van vroeger. Meneer Belkendijk, hoe gaat het? Bent u trots? Ja. Nieuwe vliegtuig van de SLM? Ik moet het zien vliegen. U moet weer zien vliegen? Ja. Het is een mooi moment natuurlijk. Ja. Eigenlijk, je kijkt wel naar net zo'n hoogtepunten. Maar uiteindelijk moeten we meer... flow krijgen, meer Surinamers, die zeker je volgers in Nederland, ja, moeten vaker komen. Ja. Dus ik hoorde de president zeggen over die tarieven, concurrerend zijn. Ik denk dat inderdaad een ja, interessante nood is die moet worden meegenomen. Pakketten aanbieden of zo, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay, ik vind hem... Hoogseizoen meer vluchten inzetten, niet te rekenen op hoogseizoen hoger tarief. Nee, meer vluchten inzetten, meer vluchten. Dat zie je toch meer. Ja, ja, is waar. Ben jij daar binnen geweest? Mooi toch? Mooi, een beetje krap. Als je economie class bent, is het krap. Maar business class niet, hè? Jij reist business class. Dan komen we betaald hoor, ja. Oké, okay, mensen. Ik ga eruit. We hebben het gezien. En wij gaan zo meteen nog eventjes naar een leuke plek. We zijn toch in de buurt van leuke plekken. En dan kom ik daar ook even live om ook mooie plekken te zien van Suriname. Wat is dat? Iemand zegt mijn vorige werkgever. Zeg oh, iemand, Derby. Von Derby of zo. Oké, okay, mensen. Wilgo en ik gaan way back. We kennen elkaar vanaf ik 15 ben. Als je al deze mensen nog... Henry! Later. Iemand zegt, de tickets van jullie zijn sowieso 300 euro goedkoper en het eten is lekkerder. Natuurlijk. En dat willen we zo houden en de waar kan verbeteren. Geweldig. Zeker. Abo, oké. Dat was het, mensen. Nogmaals, ik ga eruit. Thanks for watching. En tot later.